Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Denim Beek, Ofoer, Comma, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Welkom terug bij Limburg Vandaag. En gezeten, dit is een gezellige boelie. En dat heeft alles te maken met de tips die Patrick op Marieke heeft gezet om Sinterklaas te helpen natuurlijk. Maar dat zometeen. Maar eerst gewoon voor het hebben van de twee wethouders van Heerlen. Die vanmorgen alle vrucht al in de bus zorten samen met de medewerkers van Meander. Een van de thuiszorgorganisatie Uti Regio. Ze waren op weg naar Utrecht, want ze zijn nu inmiddels door. En vandaag een protestmanifestatie bij te wonen tegen de aangekondigde bezuinigingen op huishoudelijke zorg. En daarvoor bellen van met een van die wethouders natuurlijk, Peter van Zutphen. Hallo Peter. Goedemiddag, hier ben ik. Goedemiddag, ja gelukkig maar. Peter, hoe is de sfeer daar in Utrecht? Nou, het is hartstikke druk. De zaal van het jaarbeursgebouw zit helemaal vol met mensen van de thuiszorg. Waarvan een hele grote delegatie uit Limburg. Limburg is de beste vertegenwoordigers van alle provincies. En de mensen zijn vooral heel erg boos. Ja, want hoe komt het zo dat Limburg zo goed vertegenwoordigd is? Ja, gelukkig heeft Meander als een van de grootste thuiszorgorganisaties ook bussen beschikbaar gesteld om de mensen hier naar Utrecht te laten gaan. Dus dat is een hele goede zet van Meander geweest. Ja, nou je zegt net Limburg is boos. Vertel eens even voor de mensen thuis, waar zijn ze nou zo boos om? Ja, feitelijk wordt de huishoudelijke zorg, die wordt voor 75% afgeschaft. De heren in Den Haag die hebben bedacht van laat mensen zelf maar een werkster nemen. Ik weet niet, ze hebben blijkbaar geen enkel idee waar het over gaat. Misschien dat het een wassenaar normaal is om een werkster te hebben. Maar het gaat hier met name om oudere mensen. Mensen die soms dementerend zijn. Mensen die soms lichamelijk het een en ander hebben. Die bijna allemaal een heel laag inkomen hebben. En die zijn aangewezen op de huishoudelijke zorg. Om hun huis een beetje netjes te houden en om contact te houden met de hulpverlening, contact te houden met de buitenwereld. En die helemaal geen geld hebben om zelf een werkster te gaan inhuren. Ja, dit heeft grote gevolgen, zoals ik het mag begrijpen. Hoe gaan de gemeenten dit oplossen? Wat gaan ze doen om dit op te vangen? Ja, het enige wat we nu kunnen en moeten doen is proberen om het tegen te houden. Want het gaat om bijvoorbeeld voor Heerlen om een bedrag van 10 miljoen euro per jaar wat we minder krijgen. Dus dat wordt gewoon een ramp. En dan wordt het straks kiezen waar je moet gaan snijden en dingen waar je helemaal niet in wil snijden. Ja. Dus we moeten het vooral zien tegen te houden. Hoeveel mensen worden er getroffen in Limburg hierdoor? Weet je dat? Nou, ik weet alleen al in Heerlen omgeving, in Parkstad, gaat het om ruim 2000 over het algemeen vrouwen die in de huishoudelijke zorg werken. Ja. Dus het is ook niet alleen qua zorg een probleem, maar ook qua werkgelegenheid. Ja, het heeft heel veel gevolgen, neemt het met zich mee. Peter, denk je dat dit protesteren, dat dit echt nut gaat hebben? Dat jullie heel iets gaan bereiken hiermee? Ik vind dat het iets moet bereiken. Ik bedoel, we hebben met z'n allen gezien hoe rond de zorgpremie, daar kun je van alles van vinden. Maar dat ging over mensen met 2 keer 70.000 euro inkomen per jaar. En het is in 10 dagen gelukt om het regeerakkoord open te breken en het te veranderen. Nou, dan moet het, als het hier gaat om mensen die het hardst op zorg aangewezen zijn. En de thuiszorgsters die het minste verdienen ze ongeveer van iedereen in Nederland. Dan moet het toch wel helemaal voor hun mogelijk zijn om deze kwaadaardige plannen te veranderen. Ja. Nou Peter van Zutphen, dankjewel dat je dit even wilde toelichten. En heel erg veel succes en we gaan voor jullie duimen. Is goed. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Dag. Ja, goed, hoi. Ja, zo ziet je wat de bezuinigingen toch allemaal voor een gevolgen met zich metnemen. Ja, wat er niet bezuinigd wordt, is door Sinterklaas. Want over een aantal dagen het hier natuurlijk heel gaat brave kingertjes gelukkig maken met mooie cadeautjes. Maar ja, wat voor cadeautjes? Daarvoor heeft er de hulp ingeschakeld van Pet Gadget. Ja, Patrick, volgens mij een hele zware klus. Ja, dat is een te zware klus, want het is zoveel speelgoed en er is zoveel te krijgen. Het is, alles is leuk, ja, volgens mij ook. Nou ja, Jelvul is leuk en dat is dus inderdaad een beetje woest tegenaan loopt. Nou, ik heb met
Met hulp van Toys XL Onger heb ik een aantal dingen kunnen bekijken en metpakken. Ik heb een damestestpanel die ermee bezig zijn. Die waren schussel even ermee aan het spelen. Die gaan nu ondertussen even weer. En, zwaai maar even. Ja, dat is leuk. Dit is leuk. Fleur Milou en Mirthe. Ja. En, heel leuk testpanel. Nou, en die zijn een aantal dingen samen met me gaan bekijken. Ik loop er even langs, want ik heb nogal gehad. Het ziet er kleurrijk uit allemaal, hè? Laten we maar beginnen met het ballonspel wat ze dames worden doen. Dat heet Boom Boom Balloon. En ik weet niet waar aan de beurt voor, maar dat toch maar. En daarmee, het idee is, blazen de ballon op in het midden en hebben ze van die stekjes. Nou, dan moesten ze met een dobbelsteen gooien. En ja, nu nee, pech, want die moet 3 tikken naar binnen. En dan moest dus... Vind je dat niet eng, Fleur? Beetje. Weet je wel, ik was altijd bang als een ballon zou knappen. Jij niet? Nee. Oké, okay. Nee, ja, nou, dus gelukkig. Die zal dan vermoedelijk ook wel gaan verlezen, want die duurt gewoon door. Hij mocht niet knappen. Je moest proberen te kijken welke van die dingen is nog het minste eruit. En dan heel voorzichtig naar binnen duwen, want anders zet het knap. En als ze knap zet, dan heb ze verloren. En dan wordt het eigenlijk wel leuk, hè, als iemand ze nu zo verleren. Niet voor degene, maar... Nou, dat gebeurt vanzelf. Ik ga ondertussen lodig even nog gaan hangen zijn. Als je dadelijk tussen een knal werd toe, ze is de ballon. Maar dat deed het eigenlijk beter in het donker. Moet ik erbij zeggen. Dit is namelijk, dat is wel spannend. Ja, dit is namelijk, hier kent ze op tekenen. Nou, dat is op zich niet zo spannend, want dat kent ze met alle papier. En, laat ze alles vallen. Ja, de grap ervan is dat er zit hier een soort van plastic leusje en dat is de tekening achter. Dus de tekens eigenlijk op de dingen. En als het dan donker wordt, dan... Dan wacht we dan even op. Dan... Ah, kijk eens, het kind is nog leuk. Is nog lampje. Ja, ik kreeg een soort van glow in the dark effect. En kent ze dat zo doen. En de dames zijn excuses allemaal... voor de tekeningen. De dames zijn het niet schuld, dat heb ik gedaan. Dus als het niet goed uitziet, dan... En de dames zijn er gans van onder de indruk. Vinden jullie dit mooi? Ja, maar je wel een beetje buiten de lijntjes gekleurd. Oh, nou, maar ja, als jury moet je ook heel kritisch zijn. Dus dat heb je goed opgemerkt. Nee, Patrick, volgende keer beter opletten. Het is ook fijn dat ze streng zijn voor mij. Goed zo. Maar niet zo goed. Nou, heb ik nog een angst? Dat is... pak maar even. Dit is zo populair dat ze het nog gaan naar mijn heien. Dus ik heb echt de display met gekregen. Dit is dus Lego. Ja, goed. Lego, zoals ze zeggen. Wat is daar nu spannend aan? Maar toen zei ze al... Oh, wat leuk. Ja, want Lego vind ik normaal voor jongens. En moest eens kijken. Ja, en dit is dus Lego voor meisjes. De vrucht zich af, waarom hebben ze het niet eerder bedacht? Maar dat hebben ze dus nu gedaan. Is razend populair. De spul is schimmer niet aan te slijpen. Ze kozen er nog geen dwarske mensen ervan. Dus heel veel roze, paars, hartstikke leuk als het kent, vind je. Ik vind het wel leuk. Ik ben daar een hele grote voorstander van. Maar ik ben natuurlijk ouder dan de categorie. Maar iedereen is er wel kapot van. En Lego is vind ik zelf persoonlijk, is heel leuk speelgoed. Bijvoorbeeld de creativiteit. Je geeft ze zelf van boeien. En ik denk dat alleen maar goed is voor de jonge geest. Dus ja, dat, ik wil het van de jonge geest leren. Als jij dit nou cadeau zou krijgen van Sinterklaas, was je daar dan blij mee? Ja. Alle 3 de dames? Ja, super blij. Super blij. Nou, dan denk ik dat Sinterklaas het al heeft opgeslagen. Ja. Nou, dat is een goeie dan, Patrick. Ja, dat is de dames zijn er super blij met. Ja, dat is, en Patty ook. Dat is goed. Nou, dan hebben we nog een, daar word ik zelf wel erg cool van. Maar de dames zijn er ook nogal kapot van. Ja, zet hem maar aan. Is dat niet alleen voor jongens dan? Wat een kleine auto zijn dat. Micro-auto's zijn dat. Oeh? Ja. Ik schrik van alles. Er zit dus een hele grote racebaan bij en een soort van versneller. Hoe ze de uitjes eruit kunnen sloten gewoon. En dan, maar Patrick, dat gaat zo snel dat ze het uitje nog gaan niet zien? Nee, bijna niet. Maar het is wel leuk om te zien, want als er eenmaal op en neer is aan het lopen. Ik zou wel de wielen onderdoen, dames. Ja, maar dat is nu voor jullie eigen, hè? Ze weten het wel degelijk. Ze weten het wel. En zullen we hem één keer echt goed laten zien, want net ging die zo snel. Ik vind het wel in leuk. In slow motion dan. 1, 2. Ladies. Zet hem maar aan. Yes. Ja, dan moest die baan gewoon zelf opboeien. Dat hebben ze redelijk simpel gedaan, moet ik zeggen. Dus voor, het is super weten. Vermoedelijk een papa die hem even moet helpen met opboeien, is het goed te doen. Het is fijn genummerd, dus daar best niet al te lang mee bezig. Is trouwens wel, ik heb me onmiddellijk eens opgevallen bij al dat speelgoed. Ze geven dus nergens batterijen bij, hè? Dus dan moesten ze echt eerst keer bij nadenken van, want bijna alles heeft... Hé, vergeet dat. Bijna alles heeft batterieën nodig en die moest je dus van tevoren hebben. Want Tom moet de dikke in, die moet de ganse kleintjes in. Precies, dat Rolly dat ook kennen, hè? Ja. En goed. Die kennen. Mocht niet stoppen. Oh,
Ja, geweldig. Nee, is superleuk. Maar dat is een goede tip, joh. Ja. Batterieën. Angry Birds. Angry Birds, ja, doen het natuurlijk immer goed. Ja, wij vinden Angry Birds niet leuk. En ik dacht van, oh, dit is wel grappig, dit is een katapult. Oh ja, dat en zou ik heb ze wegscheten. Ik schrik van alles. Wacht, nee, gewoon het... Ik gewoon het gewoon zo doen, pas want op, dat maakt ook niet goed. Let op. Pas op. Hop. Ja, oh, nou hé, Patrick. Ja, dit is dat wel echt een vrouw. Nee, maar dit is dus precies mijn probleem. Het is wel... De vogel is grappig gemaakt. En wat ze dus kunt doen is... Je kunt ze met deze, je kunt ze besturen. Oh, daar is ze toch niet voor? Nee, ik moet hem aanzetten. Dat oh, maar daar is ze toch niet voor wat ze deed? Nee. Oh, ik dacht al. Ja, leer het hem maar. Hij deed het nog gaan niet meer. Oh. Oh, wat je zegt, ben ze dan misschien zelf de batterijen vergeten? Ah, let er nu. Ah! Ja! Nou, het deed toch gaat. Ik wil niet zeggen dat het een prul is. Dus dan zeg ik gewoon niks. En wat vingen de dames daarvan? Ook leuk? Jullie vinden alles leuk, hè? Echt grappig. Ja. Echt grappig. Maar goed, dan zeg ik, het is zwavel voor Angry Birds. Doch dan gaat wat ofwel zorgens om te knuffelen of gaat wat werk, daar hebben ze dan meer aan. Dat vind ik dan toch weer jammer. Ik heb dat ballon nog niet werk knappen. Ja, nee, gewoon dadelijk wel door. Ik heb nog één ding voordat ik weer door mijn tieten her ben. En dat is, dat is wel leuk. Dat is Twister Dance. Oh, de dames gaan meteen naartoe. Jullie weten wat jullie moeten doen. Ja, die ik, is dat hetzelfde als vroeger dat tapijt? Ja, vroeger reizen Twister. Maar dat wordt linkerhand op geel en rechtervoet op... En dan stonk ze binnen de kortste keren wie nonnen voort op het tank. dat is nu niet meer. Wat ze nu doen is, de hebben ze veer stippen wel met diezelfde kleuren, zeg maar. En de kens een... Oh. Een nummer laten spelen. Moet jullie wel dansen, dames? Wij staan er groot. Okay. Maar, en moet even opnieuw beginnen, je kunt goed. Ik ga wat terug. Dag eter, ja. Ah. En wat hij deed, is de flits eigenlijk binnen de cirkel. Ja. Ik zal hem dadelijk even pakken, ik ken het laten zien. Flitst hij iedere keer kleurtjes. Dus de moest met dansen eigenlijk. En hij vertelt zich eigenlijk wie ze kent dansen. Nou, er zitten een paar nummers in. En je kunt ze ook instellen wie laatst ziet dat ze het wilt maken. Voor nu die echt heel goed kunnen dansen. Hey, maar dit is ook nog goed voor de beweging inderdaad. Ook dat. En wat dan wel leuk is, want er zitten maar 5 nummers in. En als ze door ongeveer 20 minuten nog geloesterd hebben, ze best al knatsgek ervan. Maar je kent ze ook zelf nog nummers erin steken. En daar kent ze dus... uiteindelijk nog uitbreid. Dus dat is dan immer wel leuk. Wil ik eigenlijk van dicht weten, als ze dat nu, wat zou je tegen het allerziekste vinden? Ik zou de Boom Boom Balloon het leukste vinden. Alleen, ik vrees dat ik dat wat toes niet in krijg. Want die van mij... Vrouwen zijn allemaal bang voor de ballonnen. Die is niet zo van de ballonnen. En dan... Oh! En dan krijg ze dit. Oh, nou, dat viel toch wel met... Ja, toch? Maar ja, oké. Okay. Nou, dames, kom eens even hier. Want Sinterklaas, die zit misschien ook voor de buis, hè? Als hij nou meekijkt, en wat vinden jullie nou het allerleukste cadeau van alles wat hier op tafel? Kom eens even hier. Ik heb de racebaan. Jij de racebaan. En Fleur? Ik heb de ballon. De ballon. En jij? Ik ook de ballon. De ballon. Nou, dan moet Sinterklaas maar goed opletten. Dames, dank jullie wel dat jullie hier waren. Jullie waren een zeer kritisch, een goede jury. Want jullie hebben inderdaad Patrick nog even, hè? De wacht aangezegd met zijn tekening. En Patrick Digoog, dankjewel dat ze hier was. En jullie mogen nog lekker even blijven spelen en kleuren en alles doen wat Patrick maar aanwijst, toch? Dank jullie wel. Jazeker. Ja, en dan gewoon van de artiest van vandaag. Pieke Jansen. Wat een ontzettende leuke naam. Dat is je artiestennaam, hè? Ja. Leuk. Ja, dankjewel. Hey, ja, maar we hebben net al mogen genieten van voluit. Ja. Het is allemaal met jou begonnen, hè? Ja, ergens heb ik een hele stomme beslissing genomen en, om het coveren grotendeels achter me te laten en te gaan kijken wat er voor mij te bereiken zou zijn in deze muziekwereld. Inderdaad. Maar waarom een stomme beslissing? Nee, dat is een stuk gek uit. Okay. Nee. Ik heb er nog geen spijt van gehad in ieder geval. Maar dan ben jij als basis daar, maar dan ga je op zoek naar andere mensen. Maar hoe vind je dan de juiste mensen die dit resultaat met zich meebrengen? Ja, dat is best even lastig. Dat kan me voorstellen. Best even lastig. Nou, weet je, als je al een tijd meedraait in de muziekwereld en ook in de bandjes scene en zo, dan leer je mensen kennen die ook iets willen, weet je. En dan ga je kijken of dat past en of je dat met elkaar kunt doen, kunt maken. Dan krijg je ook een periode van doorselecteren. Hè? Want ja, ik bedoel, soms past het niet. Soms hebben die jongens toch ook weer een andere ambitie.
En ja, dat duurt gewoon heel even. Dus die liedjes die zijn er al, die liedjes moeten ook groeien. Nou, wij zijn nu inmiddels zover dat we, ja, denken we zelf een voluit eigen geluid hebben met liedjes die, ja, waarvan we zoiets hebben van, nou, dat valt nu allemaal op zijn plek. En nu ook met muzikanten die op zijn plek vallen binnen dat plaatje eigenlijk. Ja, want jullie willen je onderscheiden van andere bands. Hoe doen jullie dat dan? Ja, dat heeft denk ik te maken met, ja, met een aantal dingen die kijk, niets is meer vernieuwend, hè, want alles is al wel gedaan. En wij zoeken wel gewoon vanuit datgene wat ons... we hebben wat verschillende invloeden bij elkaar. De ene die zit wat meer in de jazzhoek en de andere die komt wat meer uit de rock scene. En dat bij elkaar, dat levert soms bijzondere dingen op. En we hebben natuurlijk allemaal onze voorbeelden. En die zitten toevallig niet zozeer ook in Nederland, maar ook zeker buiten Nederland. Ja. En dat maakt dat je toch weer een verfrissend of een ander geluid gaat maken dan dat er al is. Dus eigenlijk kunnen jullie alles spelen. He? We kunnen best wel veel spelen, ja. Wat ik heel mooi vond om te lezen, is dat jullie je inzetten voor de stichting The Upside Van Down. Ja. En dat heeft voor jou persoonlijk een hele bijzondere betekenis, hè? Ja. Nou, ik vind het heel leuk dat je daarop over begint. Want, muziek maken is iets wat heel dicht bij me ligt. Is een grote liefde, een grote passie. En ik kan dat koppelen aan een heel mooi doel, een goed doel waar wij als voluit voor staan. Die jongens die ondersteunen me daar ook 100% in. En ja, die verbintenis heeft hem te maken met het feit dat ik zelf vader ben van een kindje met Down syndroom. En dat je als vader zijnde in de loop van de tijd toch wel ook geconfronteerd wordt, onschuldig, ook vanuit onwetendheid, geconfronteerd wordt met mensen die daar wel ideeën over hebben, maar die niet weten van de hoed en de rand. En ja, die voornamelijk als ze een kindje zien gelijk in hun hoofd hebben van wat kunnen ze allemaal niet. Terwijl het juist gaat om wat gaan die kinderen allemaal wel kunnen op het moment dat je ze de mogelijkheden geeft. Ja. Nou, vanuit de mogelijkheid dingen doen, dan kom je erachter dat de maatschappij soms een beperkende factor kan zijn. Wat ik net al aangaf. Dat maakt met muziek maken precies hetzelfde. Je moet heel hard werken en je moet het ook heel leuk vinden. Wij vinden het ook hartstikke leuk, we gaan er voluit voor. Maar je moet het ook wel gegund krijgen. Ja. En dan moet je gewoon... En de koppeling van beide is dat ik met de Stichting van de Upside Van Down... De mensen die dat doen, heb ik een persoonlijke connectie. Ja, nou prachtig om te horen. Jullie gaan nu nog een nummer voor ons spelen. En ja, dat nummer gaat zijn Weggevlucht. Dat gaat me Jij doen. Mag wegvluchten naar jouw plekje. Geweldig. Daar in de stip. Doen we. En dan ga ik even zeggen dat jullie nieuwe cd net is uitgekomen. Hè? Voluit. Ja, prachtige cd met heel veel mooie nummers. En je werd het al, de mannen hebben natuurlijk de kwaliteit van mooie muziek maken. Maar ze zetten zich ook in voor het goede doel. En dat vind ik altijd heel mooi om te werken. Hier zijn ze terug, de nieuwe rock sensatie, poprock sensatie van Nederland. En dan heb ik het over de mannen Voluit. Met het nummer Weggevlucht. Van morgen hopen op iets van spijt wat in jou nog.
nog niet verborgen. Ik koester geen verwacht. Ik ben niet opgelucht. Ik kan maar niet begrijpen dat jij bent weggevlucht. Sluit ik mijn ogen, staar ik naar jouw gezicht. Heers je mijn gedachten tot aan een vroege ochtend licht en al. Zonder jou door zou moeten gaan. Er is iemand anders die je hart verwarmt, die mij wil leiden door de nacht. Met mijn huilt en om mijn lacht. Is er iemand anders met een mooier gezicht, die net als jij kan stralen in het ochtendlicht? Geweldige muziek van de mannen van Voluit. Dank jullie wel, mannen. Ja, en dan gewoon van het volgende onderwerp. Het is jammer dat het nuttig is, maar ook geweldig dat het er is. En dan hoveren we voor de voedselbank. En in steeds meer gemeenten zijn ze gevestigd. Met uw oog in Peel en Maas. En Biemig zit initiatiefnemer van het filiaal Josie Snijders, Karen Merks en Corrie Wagemans. Welkom. Josie, waarom een voedselbank in Peel en Maas? Ja, wij hebben 2 jaar geleden het initiatief genomen om als adviesraad, waar ik werkzorg en inkomen, waar ik ook voorzitter van ben, om met 40 organisaties in Peel en Maas die met armoede te maken hebben, bij elkaar te roepen om te kijken of we dus samen naar 2020 armoedevrije gemeente kunnen zoeken. Dat is natuurlijk, die lat ligt natuurlijk wel erg hoog, maar goed, we hebben die stip op de horizon neergezet. Ja. En daar streven we naar. En eigenlijk in de loop der tijd zien we tot de ontdekking gekomen dat er veel meer verborgen armoede is in de gemeente Peel en Maas als dat we eigenlijk ooit hadden kunnen denken en niet hadden mogen dromen. Op weinig moment heb ik gezegd, nou, misschien dat we iets moeten gaan doen aan de voedselbank. Ik had er veel over gelezen. Mm-hmm. En dat initiatief is gekomen uit die club van die 40 organisaties, waar ook de politie bij betrokken is. Alle maatschappelijke organisaties die iets met armoede te maken hebben. Ja. We zijn begonnen. We hebben contact gezocht met Venlo, met de voedselbank Venlo. En die hebben direct gezegd, nou, we vinden een geweldig initiatief en we gaan nog helpen erbij. En we zien nu ongeveer vanaf maart zijn we nog bezig met Venlo om dat op te starten. En in het begin was het de bedoeling dat ik alleen maar langs de zijkant zou blijven zitten om het langzaam over te geven. Maar ik ben zo enthousiast geworden dat ik uiteindelijk toch de voorzitter ben gebombardeerd. Nou ja, is toch hartstikke mooi. Ja. Karen en Corrie, jullie zijn gebruikers van de voedselbank. Corrie, ik kan me voorstellen dat het toch wel een grote drempel is waar je overheen moet stappen. Hè? Een hele grote drempel. Ja. Dus gewoon aankloppen voor hulp. Je hebt niet gekozen voor die situatie. Dat gaat met bepaalde dingen toch wel. Zit het allemaal bij elkaar. Maar voor de drempel en de stap te zetten is behoorlijk. Wat doet dat met je? Innerlijk. Dus dat die hulp ook gehoord wordt. En dat er ook hulp komt. Ja. Dus ik moet zeggen, dus ik ben blij dat de voedselbank bestaat.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Karin, ik denk dat jij ook heel blij bent dat de voedselbank bestaat. Want hoe zou jouw leven er anders uitzien als die er nou niet zou zijn? Dan denk ik niet dat ik echt veel op mijn boterham kon doen en geen echt warm eten had en zo. Het scheelt heel veel eigenlijk, omdat je toch met €40 in de week niet rond kunt komen. En als je dan iets van de voedselbank bij je hebt, dan kan je het er beter bij doen. Dus. Want is dat een maatstaf waar mensen aan moeten voldoen? Want wie komt er voor een aanmerking? Nou, je mag nog maar een leefgeld hebben van €180 in de maand. Ja, dat is niet veel. Dat is tussen de 40 en de 45 euro in de week. En daar moet je van kleden en daar moet je van eten. Nou, dat is echt weer verschrikkelijk weinig. Ja. Wie controleert dat? Op dit moment nog in Venlo, waar ze een specialist hebben die ze screenen. Maar dat doet de voedselbank zelf. Ja. En hoe komen jullie dan aan de voorraad? Van Gullegevers allemaal. In Venlo hebben ze het geluk dat er nog wat bedrijven zijn die veel geven. En Venlo heeft wat dat betreft de bevoorrechte positie van de voedselbank in Nederland. Want zij hebben nogal wat spullen. Nou, en dat is in Zuid-Limburg bijvoorbeeld heel wat minder. Ja. Want hoe wordt erop gereageerd eigenlijk door de medebewoners dat jullie gebruik moeten maken van de voedselbank? Is er begrip voor? Er is begrip voor als je het goed duidelijk uitlegt waarom dus dat je het voedselpakket krijgt. Maar ik denk dat ze af en toe zeggen, ja, maar dat zeg je niet. Ik zeg, ja, waarom? Ik zeg, waarom het openlijk maken? Dus dat het geen... Maar ik denk toch wel dat er een vorm van schaamte ook zit, hè? Ja, schaamte. Dus aan de plakplaatje kijk, voedselbank, maar... Het moet bespreekbaar worden. Ja. Nu gaan de deuren donderdag open in Peel en Maas. Gaat er een feestje plaatsvinden? Ja, we hebben de gemeente en een gullegever uit Maasbree, in Ketra, die heeft ons aangeboden om alle cliënten die overstappen van Venlo naar Peel en Maas, om die een etentje aan te bieden. En dat is heel erg leuk. Dus dat gaat donderdag plaatsvinden? Dat gaat donderdag plaatsvinden op onze nieuwe locatie. We hadden een locatie aangewezen gekregen, maar dat was een hele kleine locatie, waar we eigenlijk alleen maar een tafel neer konden zetten en de voedselpakketten konden uitdelen. En dat was voor de toekomst was dat niet geschikt. En twee weken geleden kregen we een grote ruimte van 105 vierkante meter aangeboden. Ja. En toen moest alles ineens heel snel omgebouwd worden. En moesten we heel anders gaan organiseren dan wat we bedoeld hadden. Maar ja, we hebben het voor elkaar gekregen door keihard te werken. Vooral met drie personen, en vierde ook nog van de locatie waar we nu zitten. En tegelijkertijd secretaris is van de adviesraad. Nou, met z'n vieren hebben we er heel hard aan getrokken om alles voor elkaar te krijgen. En nu is het zover. Nu is het zover. Nou, dankjewel dat u dit even wilde toelichten. Ja. Dames, ook dankjewel. Geniet van het etentje. Ja. En ik hoop dat het allemaal lang blijft bestaan, zodat jullie inderdaad... Ik hoop van niet. Nee, dat klopt. Maar wel tot heel lang blijft bestaan dat u hulp kunt bieden. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En als Geert Toes denkt van, ik wil ook wel hulp bieden, want dat kent natuurlijk, kent je altijd op www.tvl.nl. En dan wordt je dan weer doorgelinkt naar de juiste site. Mag ik mijn rekeningnummer zeggen van de voedselbank? We zetten het wel op de site, dan kunnen de mensen daar... Prima. Ja, zullen we dat afspreken? Goed zo. Ja, ze zijn vooral in het einde gekomen van deze Limburg Vandaag. Morgen een speciale uitzending van Limburg Vandaag. Van Oete, Intratuin, Oetremung. En daar wordt gepresenteerd door niemand minder dan Wim Kremers. Dat allemaal morgen. Dankjewel voor het kijken. En tot dan. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den en Beek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuven.